Nou, dus is, behalve cv zijn er ook een hoop functieprofielen die zijn in omloop. En die ben ik, heb ik opgespoord. En daarin staat onder andere dat zij een MSc, een Masters of Science in Organizational Coaching heeft gehaald. In haar profielen staat dat. En op haar cv staat dat ze nog aan het studeren is. En als je naar de website van het kabinet van de gevolmachtigde minister gaat, dan zegt ze dat ze bezig is met haar afstudeerscriptie. Nou, al die conflicterende informatie. Ik dacht van ja, er is maar één bron wie die me dat kan vertellen. En dat is de Haagse Hogeschool zelf. En die heb ik aangeschreven en die hebben mij geantwoord. En in dat antwoord stond dat mevrouw Wiels in 2012 haar studie heeft afgebroken vanwege onvoldoende resultaat. Bovendien is de studie ook geen masters, heeft die school mij gezegd, waar een universitaire titel aan verbonden is. Dus in die zin heeft ze licht tegen de leugen of de waarheid aangeschampt. En in haar cv en op de website zegt ze dat ze nog aan het studeren is. En misschien is ze dat ook wel, maar niet bij de Haagse Hogeschool, zoals ze suggereert. Hoe gaan de manipulaties op cv? Ik heb een skibi, professionen en preparationen die niet zijn. En dan komen de fraude die cv. Hoe gaan de HCSC motieven direct per ontslag, per retiro? Als de senior Asjes nog HCSC, lo que nos está creando en nuestro país un norma nuevo, ante norma nuevo llama, gana numa, ora bo bai solicita. Bisa numa cos como no estudia, gana diploma nan como no tin, anto e ora e purba ni hai e mio puesto posible. De seite standard que nos está bezig de establecer de país aquí. Además, vamos a dar el nombre de Corso. Paso e señora en Holanda te representa Corso e te representa you Corso. Antori, na Holanda, no standard sabira, no está mentiroso, leugenaars. Anto ese, Amilo lucha como parlamentario para no suceder na nos país, de nos país. Ik had allereerst al een artikeltje over het personeelsbeleid op het Curaçao-huis. Daar heb ik haar een week de tijd voor gegeven om een weerwoord te geven. Uiteindelijk heeft ze ervoor gekozen om een algemeen persbericht te sturen in plaats van mijn 19 vragen die ik stelde te beantwoorden. In de tweede run voor dit laatste artikel over de vermeende cv-fraude heb ik opnieuw gezegd, ik geef u een week de tijd om op deze zaken te reageren. En ik had de vragen nog niet de deur uit of mevrouw Wiels contacteerde mijn hoofdredacteur in Hilversum. Met het vriendelijke verzoek om de publicatie toch maar even on hold te houden, omdat alles gelogen zou zijn en omdat zij inmiddels van ABN AMRO en de Haagse Hogeschool de bevestiging had dat zij zich distancieren van het artikel. Het artikel was overigens nog niet geschreven, hè? Dus hoe je daarvan kan distancieren is mij nog even een raadsel. Dat was een vind ik een ongeoorloofde druk achter mijn rug om op de hoofdredacteur. Maar goed, we hebben haar die ruimte gegeven. Want ze zei toen ook, ik ga u de bewijzen leveren dat het ook allemaal gelogen is. En dat doe ik voor vrijdag, afgelopen vrijdag was dat, voor afgelopen vrijdag 12 uur. Nou, toen heeft de NTR, mijn opdrachtgever, gezegd, oké, dan wachten we keurig tot 12 uur. We lopen nog even alle feiten en omstandigheden na om er echt zeker van te zijn dat onze publicatie gerechtvaardigd is. Nou, en om 12 uur vrijdag kwam het antwoord van mevrouw Wiels niet. Er kwam wel een antwoord. Dat ze niet ging reageren, maar dat ze verantwoording moest afleggen aan Asjes en het parlement. Nou, toen hebben wij ervoor gekozen om vrijdag inderdaad te publiceren. Maar als je vraagt naar minister-president, over Tour2.com. Señora Marvelyn Wiels, niet een minister. Het is een minister plenipotentiario. Een gevolmachtigde minister. Een minister heeft een volmacht, een autoriteit, deriva. Saka voor de otro. Want de otro is minister-president. Tenang su autoriteit te binken. Maar not een minister. Nos nota attende con señora Marvelyn Wiels personalmente. Maar tende señora Marvelyn Wiels abisa que tabin papi costate, no po bin papi costate. Paso en not een minister. Een minister con tiene autoriteit. Ta minister-president señor Ivar Asjes in a e mahasi e pregunta na e tin corresponde pa e pregunta na eta responsabel pa actuación comportación tur lo que señora Marvelyn Wiels como minister-plenipotentiario da hasi. Ze heeft zichzelf hoofd trade and operations genoemd en dat is een functie die eigenlijk bij haar baas hoort. Nou ja, dan kan je natuurlijk nog zeggen, want zij was een teammanager. Ze had ongeveer 10 mensen onder zich. Ik heb dat uit organigrammen van de ABN AMRO Bank. Dus in die zin kan je nog zeggen, oké, ze heeft zichzelf hoofd genoemd terwijl ze gewoon een teammanager was. Nou ja, what's in a word. Maar vervolgens kwam ik een functieprofiel tegen van de Stichting Etnische Zakenvrouwen Nederland die zij heeft opgestuurd naar die club om een
nominatie in de wacht te slepen in 2008 om beste zakenvrouw van het jaar, etnische zakenvrouw van het jaar te worden. En dat functieprofiel was nou net het functieprofiel van haar baas. En daarin stond onder andere dat ze voor 300 mensen verantwoordelijk was. Dat stond overigens ook in haar cv. In andere papieren staat dan weer dat ze hoofd is met 41 mensen. Nou, ook dat was allemaal heel conflicterend. Dus ik heb de ABN AMRO contact gezocht. Nou, die wilde officieel niks zeggen. Maar ik heb via medewerkers op haar toenmalige afdeling heb ik wel bronnen gevonden. Ja, en die zeiden me, ja, 10 mensen maximaal en geen topfunctie zoals zij suggereerden. Look, ik heb een haar zitten manipuleren om via maas. Bisa, minota contesta, pas ze verraad naar Hollanda gaan ze pregunta, minota contesta. Pero, in dat meest moment, amici gaan ze pregunta, maar gaan ze pregunta naar senor Asjes. Kamer, en horen, en la core bisa, no, pero mitte contesta staten. No, pero in opobin staten. Dus dan is het een beetje meer problemen met zijn comportation en de proba die zijn kosten schonden en in todo caso zijn kosten notabel. In de afgelopen 6 maanden, 5 maanden dat mevrouw Wils nu op het Curaçao-huis zit, zijn er een aantal mensen binnengekomen die niet via normale procedures aan het werk zijn gesteld. En normaal gesproken als je personeel aanneemt, overigens mag het Curaçao-huis wel tijdelijk personeel aannemen, maar geen vast personeel in verband met de aanwijzing. Nou, mevrouw Wils die heeft dat trucje toegepast met een aantal mensen, maar dan nog hoort er een projectfaal aangemaakt te worden op grond waarvan je zegt we hebben die en die mensen nodig. En dan vervolgens start je een sollicitatieprocedure en uiteindelijk komt daar iemand uitrollen. Nou, in een aantal gevallen, bijvoorbeeld met haar eigen dochter en met de zoon van Andrew Wilsou, de zoon van Kader Wilsou, hè, Andrew, is dat niet gebeurd. En zo zijn er nog wat vriendjes en vriendinnetjes van Marvelien Wils dat Curaçao-huis binnengeslopen op een tijdelijk contract. En nou ja, daarvan wordt gezegd dat is niet helemaal netjes. Ella perde tour chance pa realmente mostra que está de buena fe, mostra que no tiene nada escondido. Ella perde tour chance.